Hier hebben we ook weer een NCTF. Meneer Van Vliet. Alert, coach. Pannetje. Ja, 76. En de rest moet er echt in de oude gaan zitten. Dit is auto van Victor Sterke. Die komt met een Lancia Aurelia uit 1958. Het eerste ontwerp van de automobiel met een zelfdragende carrosserie. Vanwege een efficiëntere gewichtsverdeling hebben ze de koppeling, de versnellingsbak plus het differentieel achterin gebouwd. En een compacte V6-blok met plusminus een 150 pk zit gewoon voorin. En voor die tijd was dit al een zeer unieke Lancia. Dat is ook een zeer fraai model. En hij sponsort ook nog ons, want hij heeft het bedrijfje Bianchino. Dus als u eens een keer een leuk Italiaans modelletje wil uitzoeken, dan moet je bij Victor Sterke zijn om er daar eentje te kopen. Hij doet ook een onderhoud aan Italiaanse wagens. Hier heeft hij toevallig ook de hele bedrading van vervangen. Nou, dat is echt een gigantische klus geweest, want het dashboard is ook van aluminium, dus ja, je kan daar moeilijk massa vinden. De volgende is een Volkswagen Buggy. En dit werd op een Volkswagen Kever chassis werd het gebouwd.